Nou, ik heet Marja Oosterman. Ik had natuurlijk gehoopt op hier een heleboel mensen hadden gezeten, ja. Dat is heel eerlijk. Dat heb ik fantastisch gevonden. Maar het onderwerp contact met planten, dat ligt gevoelig. Iedereen heeft het meteen over prinses Irene. Oh ja. Die praat met bomen. Mijn doelstelling is eigenlijk laten zien dat het aan de ene kant bestaat praten met planten en bomen en alles. Maar aan de andere kant ook dat dat iets heel nuchters is. En dat dat niet altijd is praten zo van, goh, wat heb jij mooie groene blaadjes en daar groei je beter. Of wat je daar ook maar bij voorstelt. En wat ik wou doen vanmiddag is eigenlijk een aantal ervaringen van mezelf met jullie allemaal delen. En al die ervaringen leiden ergens naar contact met planten. Dat is de rode draad in het verhaal. En nou, ik zie wel waar we uitkomen. Ik heb alleen één vraagje aan de twee mensen die ik niet ken hier. Zijn jullie toevallig bekend met tuinieren? Ja, natuurlijk wel. Vrijwillig, dat is de kruidentuin. Nou kijk, dan kunnen we ik samen... Ik ga mijn eigen voor- en achtertuin bij. Dat is ook wel heel wat. Ja. Nou ja, Het scheelt voor mensen tuinliefhebbers. Ja. Ik heb regelmatig plantjes in mijn hand, laat ik het zo zeggen. We hebben ze ook al de tuin open in de vakantie. Nou, dat bepaalt een beetje een verhaal. We doen nog een tuinreis naar Ierland in juni. Een tuinreis, mag ik mee? Ja. Is toch leuk? Ja. Oké, ik begin waar het voor mij een beetje begint. Namelijk daar waar ik niet begon. Ik ben geboren in Amsterdam. En daar heb ik tot mijn 11e gewoond. En mijn ouders namen me wel mee naar het strand. Maar veel meer natuur heb ik niet gezien. En mijn eerste koe zag ik bijvoorbeeld pas van dichtbij toen ik 17 was. Dus in deze landelijke omgeving misschien niet voor te stellen. Voor mij was dat gewoon ongelooflijk ingegroot beest. Dat koe. Vissen inmiddels heel prachtig koeien. En dat ook om aan te geven dat ik niks wist van planten. Sterker nog, ik kende de naam van de tulp en de roos. En dan werd het al nadenken. Op een gegeven moment, de narcis kwam daarbij en de krokus, dat soort dingen weet je dan. Wat je in de bloemenwinkel kunt kopen, maar daar hield het ook echt helemaal op. Dat begon te veranderen toen ik mijn dochter had gekregen, dat was in 1975. En toen begonnen de dingen heel erg, ja, een beetje apart, dat geloof ik zelf niet. Ik was in een nieuwe omgeving gaan wonen met mijn dochter, ik deed allemaal nieuwe kennis op. En als een van die kennissen of vrienden iets vertelde over een kwaal waar hij of zij op dat moment last van had, dan had ik ineens in mijn hoofd een Latijnse naam. En ja, het was wel meteen duidelijk dat dat een plant betrof. Alleen, hoe kwam ik daar nou in vredesnaam aan? Want ik had wel een advies voor het gymnasium, maar mijn vader had gevonden dat dat voor een meisje niet nodig was. Dus ik wist er gewoon niets van. Dus ik kreeg er iets van. Ja, oké, goed. Gelukkig kwam er op een gegeven moment een folder van Rudus Daintjes in de bus voor het best, zo'n beste, het beste kruiden, ja, zo'n pil, zo groot. Ja. En daar stonden kruiden in met de Latijnse naam, de Hollandse naam en recepten wat je ermee kon doen en waar het allemaal voor geschikt was. Nou, die Latijnse naam die in mijn kop kwam, die bleek perfect altijd te passen. Ja, ondertussen denk je, ja, nou, het is wel vreemd, maar oké, het gebeurt je. Dus, nou, je gaat het boek erbij pakken. Zo langzamerhand dorst ik het ook hard op te zeggen. Zo van, nou, ik krijg nu Bernagie in mijn hoofd, dat heet komkommerkruid. En dan kun je dat en dat. Maar ja, het klopt niet wat je net verteld hebt. En dat ging zo een tijdje door. En ja, ik begon er ook maar op te vertrouwen. En ik pakte dat boek er dan maar bij van, lees zelf maar, want ik wist er verder niets van. Tot ik ergens, ik denk dat 1980 geweest is. Voor het eerst, nou wordt het echt zweverig hoor misschien, mijn aura niet lezen. Bij iets dat heet het Centrum voor Intuïtieve Ontwikkeling. En ik deed dat eigenlijk uit pure nieuwsgierigheid. Zo van, nou, aura, wat is dat eigenlijk? En, nou, ik laat mijn aura lezen. Nou wordt het echt zweverig hoor. Het wordt een verhaal, dat daar hou ik ook zo meteen wat meer mee op. Dus hoef ik niet geld weg te brengen. Dus, nou, een van de dingen die uit, uit die reading, zoals dat dan netjes heet, kwam, was dat, ja, ik had last van een meneer, die zat in mijn aura, en die meneer, dat was al van eeuwen geleden, en die eeuwen geleden was ik, wie is dan ik, maar goed, ik was kruidengeneesteres in die tijd, eeuwen geleden.
En die meneer die zat mij dus al levenslang achterna, want die was ontzettend boos op me. Want ik had zijn kind dood laten gaan als kruidengeneesteres jaren geleden, eeuwen geleden. Ik had zoiets van, ja, gooi me in mijn bed, zeg. Dit gaat me echt te ver. Ik heb hier nog niks mee te maken met eigenlijk. Maar ik vond het wel een mooi verhaal, dus ik vertelde dat wel ook aan mensen. Maar wat zeiden dan die mensen die die aura gelezen hadden? Nou, dit is wel erg vervelend voor je, want daardoor ben je niet helemaal goed bij dit leven. Dus als je het goed vindt, willen we je nog wel een paar healingen op afstand geven om te zorgen dat je meer gaat begrijpen dat het, enzovoort, heel verhaal. Nou ja, baat het niet, schaadt het niet, hè? Dus zij schijnen een aantal van die healingen op afstand te hebben gegeven. En eigenlijk was dat heel jammer achteraf gezien. Vanaf dat moment had ik nooit meer een Latijnse naam in mijn hoofd. Ik denk, nou, dat probleem is ook opgelost, denk je dan op een gegeven moment. Dus dat was het dan, dacht ik. Oké, nou, dan hoefde niemand te vertellen hoe dat zat verder. Ik vond het wel een mooie verklaring, hè, vriend. Ja. Je hoort ineens Latijnse naam in je kop, omdat je ooit... Nou, ik vond het echt een beetje mooi. Goed, maar ik was er vanaf. Meneer was kennelijk overgegaan of zo, ik weet het ook niet. Niet zo lang daarna krijg ik een nieuwe relatie. En die relatie woonde in Utrecht, ik woonde toen de tijd in IJsselsteen. Ik had al aardig wat verhuisd zo vanaf Amsterdam, zeg maar. Ja. En daar ging ik voor het eerst bij mijn nieuwe liefde, ging ik daar eten. Had heerlijk gekookt. En zei, wil je als toetje, wil je aardbeien met slagroom? Slagroom, heerlijk. Ja, doe maar. Nou, dan gaan we die even plukken, die aardbeien. Nou, ik had nog nooit gezien hoe een aardbei groeide. Echt niet hoor. Dus met ingewikkelde kruipdoorsluipen komen we ergens in een tuinersgebied midden in de stad. Het was gekraakt en dan had iedereen Oud-Utrecht, ja, ergens tussen de Zonstraat en de Abstedendijk. En daar gingen wij aardbeien plukken. Nou, dat was een sensatie. En mijn hemel, wat smaken aardbeien dan lekker. Dat is het. Ik was meteen helemaal enthousiast. Ik denk zo, ik wil al tuinieren, want het smaakt alles beter. Want ik kreeg ook een paar worteltjes nog te eten uit zijn tuin en zo nog. En alles was lekker. En er gebeurde wat met dat gebied. Die vriend van mij was een van de mensen die dat gebied, dat was een oud hoveniersgebied. Want vroeger liep de grens van de stad Utrecht zo'n beetje wat nu de Afstedendijk is. En dan had je er allemaal boerderijen. En daar, dat was een hoveniersgebied al heel lang. Dat was echt heel lang het geval. Ja, er wordt nu een beetje publiciteit over gemaakt. En eigenlijk moesten daar. Daar had een tuindocentrum gezeten, tuinderij de Windstroomoever. Die was inmiddels verhuisd naar Overvecht en die had al een kassen achtergelaten. Er lag veel glas en gedoe. Nou, daar waren ze dus al mee bezig. En die omwonenden hadden dus eigenlijk die grond gekraakt en die hadden er tuintjes gemaakt. Maar ja, dat mag je natuurlijk niet zo handhaven, dus er moest iets geformaliseerd worden na een aantal jaren. Dat werd tuindersvereniging Abstenen, naar de Abstedendijk die daar dus in de buurt zat. Die tuindersvereniging die liet door de gemeente de grond frezen. In 82 was dat al, dat is al vrij snel omdat ik dat gebied had leren kennen. Dus het was minstens een halve meter diep, werd die hele grond omgeploegd. En de bedoeling was dat er allemaal kaveltjes van 100, 150 vierkante meter werden verhuurd, uitgeleend. Verhuurd heet dat, ja. Aan mensen die dat dus wilden. Nou, mijn vriend had het heel erg druk en die kaveltjes waren er al en die paaltjes stonden er. Maar hij had absoluut geen tijd om er wat aan te doen. Bovendien, het uitgeven van die kavels, dat ging ook nog een paar maanden duren door allerlei formalisaties. Ik had toevallig in 82 niks te doen. Is er niks belangrijks voor mijn kinderen, zorg dat inmiddels een tweede kind erbij vanaf 1980. Die komt zo nog in het verhaal terug, denk ik. En ik had geenthousiasmeerd door die lekkere smaak van de aardbeien en de worteltjes enzovoort, had ik twee dunne boekjes gekocht over biologisch tuinieren. En daar stonden dus dingen in als, je moet geen uien planten naast aardbeien, want dat is niet goed voor de aardbeien. En je moet juist wel dat en dat kruid naast de worteltjes plaatsen. Bekende boekjes, ja. De bekende boekjes, die hele dunne boekjes. Ik had er twee. Ja. En die had ik even doorgespit. Ja. Die periode. Ja. Dus ik zeg op een gegeven moment even, ik zeg, nou, het is helemaal niet uitgegeven, maar je hebt het toch ook gekraakt. Zal ik op jouw tuin beginnen? Nou, hij had daar een hele vreemde voorwaarde bij. Hij wilde daar een wietplant dan wel per se door mij neergezet hebben. Zag ik iets minder zitten, maar oké, dan mocht ik verder doen wat ik wilde. Oké. Dus terwijl dat gebied nog helemaal zwart was van
gefreesde aarde, mocht ik dus op dat stukje grond, ik geloof 110 vierkante meter, mocht ik mijn gang gaan. Met alleen de kennis van die twee dunne boekjes. Nou, toen gingen de gekke dingen gebeuren, heel langzaam maar zeker. Ik zaaide daar van alles, niet gehinderd door enige kennis, dus ik had zo'n klein stukje grond en er ging een heel zakje Chinese koolzaad op. En ze hebben die zomer ontzettend veel Chinese kool en salade gegeten, van jonge plantjes. Nou, dat soort domme dingen deed ik dus. Maar op een gegeven moment begon er alleen, al vrij snel als ik daar bezig was, begon ik van alles te horen. Nou, op een gegeven moment hoorde ik dus inderdaad een van de hoogstemmetjes van help. En nou, wat krijg je nou? Dat hoor je dan zo ergens in je hoofd, help. Ik zoek help. Nou, het was een heel eind verder, niet in dat stuk grond, heel lang ergens anders. Lag er een steen op een jong ontluikend plantje en die riep, nou, steen eraf, zo goed. Ja, zo goed. Later die dag naar huis, wat heb ik nou gedaan? Dit vertel ik niemand, want dan denk ik dat ik gek geworden ben. Dit gaat zo niet. Dit heb ik gedroomd. Maar dat ging maar door. Maar iedere keer weer, dan zei mijn plant wat. En ik had het druk, eerlijk gezegd, met stenen weghalen. En iedere keer ging ik dus weer van die tuin af. Ik dacht, oh mijn god, dit vertel ik niemand. Dan denk ik, zo gek geworden ben. Dit kan echt niet. Maar terwijl ik daar ben vond ik dat de gewoonste zaak van de wereld. Want ik stond daar dus met enorme aandacht naar die plantjes te kijken. Op een gegeven moment sta ik ook met die enorme aandacht zo te kijken naar spersiebonen. Ik had niet opgelet dat het een stokplant kon zijn of zo. Dat wist ik allemaal nog niet. Dus het begon te kringelen en het zag eruit alsof het zich ergens aan vast wilde grijpen. Dus ik daar echt zo helemaal vol compassie naar die spersiebonen te kijken. Van goh, in gedachten. Ja, jullie hebben iets nodig om tegenaan te klimmen. Goh, hoe moet ik dat nou weer doen? Ook niet gehinderd door enige kennis dat je gewoon bamboestengels in de winkel kunt kopen. Want ik was maar een beginnende, toevallige tuinierde met alleen maar die twee dunne boekjes. Er stond niks in over bamboestengels die je waar dan ook kon komen. Dus ik sta echt zo in compassie. Goh, kom ik daar nou aan? En toen zei een stem, kom maar bij mij. Oké, wie was dat? Oh, dat was de willig aan de waterkant. Ik naar de willig aan de waterkant en ja, ik heb dode takken, die kun je er zo uitplukken. Ja, hoe dan? Nou, ik moest echt zo om die willig gaan hangen en half mijn been was zowat in het water. Verdraaid, ik kon dode takken zo eruit trekken. Ik denk, mooi. Die stonden erbij, dankjewel willig. De rest van de zomer is dat zo doorgegaan, maar ik moet wel zeggen, ondertussen kwamen toch steeds meer mensen brutaal ook al hun tuin in gebruik nemen. Dus daardoor kreeg ik het aan de ene kant drukker, maar aan de andere kant werd het ook wat genormaliseerder. En ik ging me steeds meer concentreren op alleen die 110 vierkante meter. Er werd minder geroepen en zo. En ik had geen takken meer nodig van de willig, dus het werd een beetje rustiger. Ik sla even een stukje mee. Maak het toch even af. Het werd nog een klein beetje gekker eigenlijk in die tijd. Bijvoorbeeld die Chinese kool, waar we dus vooral van de jonge plantjes sla aten, want ik had hem niet eens meer plek om genoeg uit te zetten. Ik had er een aantal uitgezet en die werden in de loop der tijd werd het echt zulke kolen, zo breed aan de onderkant. Die is natuurlijk ook weer te groot worden, krijg je weer dat probleem. Maar behalve horen, misschien moet ik zo horen, begon er ook iets bij mij te komen van zien, terwijl ik met die tuin bezig was. En die hennepplanten die ik had moeten neerzetten, die begonnen een heel speciaal rol te vervullen. Want ik zag, misschien omdat ik net dat aura een jaartje ervoor had laten lezen, misschien was ik beïnvloed, ik snapte er al echt allemaal niks van. Ik zag dat zo gebeuren, ik zag dat alle planten die hadden een bepaalde kleur om zich heen. En die kleur kon wel eens variëren. Maar alles had zijn eigen kleur. En die Chinese kool die had iets oranjeachtigs om zich heen. Maar in de buurt van die Chinese kool stonden die paar hennepplanten. En die hennep die zag ik steeds gekke dingen doen. Die zag ik uit de omgeving allemaal kleurtjes pakken. Dus ook dat oranje van die Chinese kool. En dat bleef dan aan de buitenkant van dat aura van die hennepplant zitten. Goh, wat interessant. Ja, weet ik veel. Hè? Kijken. Oké. Op een gegeven moment werd die Chinese kool ziek. En ik zie het echt voor mijn ogen gebeuren dat die oranje kleur van de hennep die gaat naar de Chinese kool.
Het ging daarna weer fantastisch met de Chinese koop. Dit wondertje hoop ik ooit nog eens uit te werken in een boek. Waarbij ik precies ga vertellen hoe aura's van planten samenwerken. Alleen ik heb één probleem. Ik zie het inmiddels niet meer. Nou, ik heb daar alles bij elkaar twee seizoenen bijna getuineerd. Ik woonde nog in IJsselstein. Inmiddels had ik me ingeschreven bij de tuinbouwvereniging. Eind 1983 kreeg ik mijn eigen stuk van 140 vierkante meter. En heb ik mijn vriend met zijn help verder daar maar in de tuin gelaten. Waar? In Amsterdam. Dus. Tussen de Amsterdam-dijk van de Zonstraat. Nee, maar waar kreeg jij de tuin? Ook daar, in datzelfde complex. Oké. Alleen, ik kreeg weer een hele toevallige gekke tuin. Namelijk een tuin die precies in de hoek lag. Want het is dus eigenlijk in de bebouwde kom, hè. Met er zit een riviertje tussendoor. De Minstroom. Kent u dat riviertje? Ja, dat hebben we net een beetje ontdekt. Ja, we zijn er een keer doorheen gewandeld of zo. Ja, dat is een dingetje. Ja, langs de Minstroom kun je daar wandelen. Heel mooi. Kun jij het? Ja, wel de Zonstraat, maar ik kan die tuin rijden. Als geïnteresseerd mogen straks een telefoonnummer, dan kan ik een keer een rondleiding geven. Daar is echt gezonder. Dat verwacht je helemaal niet. Op de hoek. Die tuin die ik kreeg, die ligt dus op de een of andere manier in zodanig in dat complex dat de wind neerstrijkt. Dus wat er al heel snel gebeurde was dat er overal alles opkwam. Wild, onkruid zoals het heet. Kruid, zeg ik. Er bestaan geen onkruid, er staan alleen kruiden die, en kruiden die wenselijk achter niet wenselijk achter. Nou, dat zijn dus, Dus ik werd meer een tuinder die niet iets in de grot stopte, maar meer een begeleider van alles wat er opkwam. Dus ik heb als een gek geleerd van, nou, dus binnen een jaar dreigde er meteen rooiement. Bij de tuindersvereniging Afsteden. Als je alles laat groeien. Toen heb ik daar een heel betoog gehouden, niet over aura's van planten en zo. Want dat komt nog steeds het idee, dat zeg ik tegen niemand. Toen heb ik wel een verhaal gehouden over dat brandnetels, als ze afsterven, juist kalk aan de grond toevoegen. En dat je van brandnetels, dat je die goed kunt gebruiken in de kruidenthee. Goed voor de vlinders. Ja, van alles. Dus ik had zoiets. Oh, en toen mocht ik blijven op voorwaarde dat ik ook met mijn brandnetels aan perkvorming deed. Perkvorming, keurige paardjes, mooie vakjes. Nou, dit gevecht. Heb je dat uitgelegd aan die brandnetels? Dat heb ik geprobeerd, ging niet zo goed. Dit gevecht gaat tot op de dag van vandaag door. Oh, je zit er nog steeds. Ik ben inmiddels net van tuin verkast een jaar geleden. Maar had je niet medestanders die ook? Want dat zie je. Aanvankelijk wel, ja. Maar ja, we hebben een heel andere tijd gekregen in de tussentijd. Ja, hè? Dus, ik heb daar ooit een keer een plantensats aan gehouden, ik denk een jaar of 10 geleden was de eerste. Er kwamen 5 tuinders die ik toen heb kunnen laten zien hoe ze zelf meer met hun planten in verbinding konden komen. Maar vanaf dat moment heb ik ook het stempel dat ik helemaal gek ben. Dus toen heb ik het eindelijk eens verteld en toen was ik dus toch gek. Toen heb ik eerst dit soort dingen verteld. Over dit soort dingen. In diezelfde tijd, mijn zoontje is van 1980 en ik denk dat het net in de tijd was dat ik mijn eigen tuin ging krijgen, ergens in 83 of zo, dat ik 3 jaar was. Dat wij een keer in de regen samen onder de paraplu lopen. En ik had hem van de crèche gehaald. En mijn zoontje die zat gewoon hele weg lang zo van, gek hè man, die lantaarnpaal praat niet. Dat plantje wel, die auto niet, dat hondje wel. En dat ging maar zo door. Ik denk, nou, hij heeft het wel helemaal begrepen. Want alles wat leeft praat kennelijk en alles wat niet leeft praat niet. Maar ondertussen begon bij mij dat zien al minder te worden. Dat echt praten, hè, zo van helpen, ligt een steen op me, kom me helpen. Dat begon ook minder te worden. En heel langzaam maar zeker moest ik dus gaan nadenken wat er aan de hand was. Zonder dat maar verder aan het tijdsbeeld te koppelen, kan ik dat heel grof samenvatten, denk ik. Ik was dat stadskind uit Amsterdam. Die nooit in de natuur had gelopen, nooit met planten was omgegaan. Dus ik had iets overgeslagen. Zoals mijn zoontje kon zeggen, dat praat, dat niet, dat praat, dat niet. Dat had ik niet meegemaakt. Dus ik heb een soort
op latere leeftijd, een soort inhaalfase gehad van een aantal jaren. Ik ging dus even door die mythische fase heen. Ja, die mythische fase, ja. Van het kind. Fantastisch. Nou, ik heb ervan genoten. Ja, grappig. Ja. Maar ik heb er ook wel wat overgehouden. Ik heb uiteindelijk ervaren dat er een volwassen vorm van overblijft. Of dat er een volwassen vorm verworven kan worden. Die kan je zelfs trainen. En iets daarvan kan ik laten zien. Ik heb daar wat flesjes neergezet. En hoe die remedie, waar ik zelfs mensen mee uit de psychoses haal. En verder, wat het doet is vooral mensen gronden. Hoe ik daar aankom, dat is, heeft al te maken met dat meer volwassen, zeg maar, communiceren met planten. Op die tuin van 140 vierkante meter, daar heb ik een aantal jaren getuineerd. Heb ik heel veel kruiden geoogst. Ik heb er op een gegeven moment, ooit zag ik eerst al hetzelfde zoontje. Het was die vier of zo. Die was altijd heel hoesterig. En daarvoor had hij veel oorontstekingen gehad. En uiteindelijk werd de diagnose gesteld kinkhoest. En van kinkhoest, ja. Kinkhoest had men toen in de tijd nog het idee dat het was uitgestorven door de inentingen. Maar kinkhoest was dus helemaal niet uitgestorven. En mijn zoon zat waarschijnlijk in de beginnende besmettingshaard. Achteraf gezien ben ik waarschijnlijk zelfs de besmettingshaard geweest. Want tijdens de zwangerschap van hem moest ik van het hoesten mijn buik vasthouden. En ik heb, ja. Heel lang verhaal kort, maar ik heb dat. Hij ging altijd met mij mee, mijn zoontje, naar die tuin. En op een gegeven moment had ik ineens door van, hé, dat is heel gek. We waren inmiddels waar van IJsselstein naar Utrecht verhuisd, niet ver van de tuin vandaan. En er liep een soort spoor van een bepaald soort plant naar de tuinen, tot ons huis. Op de hoek van ons huis groeide midden tussen de straattegels een bepaalde plant. En die plant kwam ook heel veel voor bij ons op de tuin. Op mijn eigen moestuin van 140 vierkante meter. Nou, toen had ik gelukkig nog van andere tijden die beste kruidengids. Dus opgezocht. En ja, dat heet de vogelmuur. En er stond een heel verhaal bij dat ooit dokter Knijp of zo had op basis van vogelmuur een remedie uitgevonden die bij luchtwegenproblemen hielp. Ik geloof dat die stella muralis heet in het Latijn, maar ik ben niet goed in Latijn, echt niet, dus ik weet niet meer zeker. Ik heb een plant uitgegraven en ik heb een plant, twee planten uitgegraven. Eén heb ik in een pot naast zijn bed gezet, op het hoofdeinde, en één heb ik boven zijn bedje gehangen op zijn kop. Binnen 3 weken had hij geen klachten, het was over. Maar die kinkhoest besmettingslijn, die was nogal fors. Mijn zoontje zat ook op een crash, ik weet niet of bij hem begonnen is bij een ander. Ja. Maar op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van de praktijk in Overvecht. Die besmettingslijn in kaart probeerde te brengen. En ze kwamen ze ook bij ons uit, omdat die diagnose bij ons gesteld was. Mm. En toen heb ik, en er was op dat moment een babytje van een paar weken, die lag op intensive care in het ziekenhuis Overvecht. Als ik erover denk, raak ik altijd een beetje ontroerd. En dat schijnt dan heel precair te zijn om daar medicijnen aan te geven. En dat ging niet goed met dat babytje. Toen heb ik die vrouwelijke huisarts verteld van mijn ervaring met vogelmuur. Die liet me weer in die gids, zo'n gouden gids was dat toch, de Latijnse naam opzoeken. En zij heeft de VSM gebeld, de homeopathische fabriek, zeg maar. En die hebben toen een recept teruggevonden uit 1924 of 1928 om op basis van vogelmuur iets te maken. Dat hebben ze acuut gemaakt. Dat is acuut naar het babytje in Overvecht gegaan en heeft het babytje gered. Dat is te gek. Ja, ik kreeg dus later een telefoontje waarin dit verteld werd. Ik kan het nog niet vertellen zonder kippenvel te krijgen. Ja. Dan heb je echt zoiets een zakje bij de knieën van, dank u wel. Ja. Echt, zo mooi is dat. Dat is eigenlijk zo'n eerste prachtig geschenk wat ik kreeg. Ik vond het echt een geschenk, wat je dan ook zo mooi kunt uitdenken. Ja, sorry, ik ben altijd even ontroerd. Ik vertel het niet zo vaak meer, maar het is zo mooi. En toen op een gegeven moment, ik maak een tijdsprongetje, in die tuin die ik zelf had van 140 vierkante meter, in die hoek van dat tuinerscomplex, tuinen van Afsteden. Ik hoor ook steeds een druk, sorry even. Dat geeft dan niet. Dat is dat ding, denk ik, ja. Als ik te snel ga, moet je het zeggen, hoor. Ik kan uren zo doorgaan, maar ik ga wel een beetje binnen de tijd mijn verhalen compleet maken, natuurlijk.
We hebben een hele gekke associatie. Mag dat even tussendoor? Ja. Heel anders. Piet zijn zoon die is geëmigreerd naar San Francisco. En een paar weken geleden zegt hij, beschrijft hij, ja, we moesten naar de dokter, want hier reageren ze heel anders. Kinkhoest. Ach. Een kind. Ze waren net, de jongste is één, wordt één en de andere is drie. En die gingen net twee dagen, de een naar school al, als je drie bent, en de ander naar een kinderopvang. Amerikaans. Kinkhoest opgelopen. Moesten ze allemaal, de hele familie, antibiotica. En dat is bij ons al, normaal gesproken krijg je geen kinkhoest meer. Ja, nee. Toevallig. Dus, dat zal daar ergens een haard of zo. Ja. Terug naar die tuin. Op een gegeven moment krijg ik 7 planten in die tuin. Ah, ik ken hem, ja. Goed, dat hoef ik verder niet toe te lichten. Nee. Dus ik ging hetzelfde doen als al die andere tuiners. Mooi geldje. Dus het was spitten, grond bijna 7, want het komt op een micromillimeter wortel. En het wordt, als je niks doet, 1,5 wortel in die grond. Dus ik ben zo ongeveer in zo'n seizoen ben ik net zo bezig als al die andere tuiners, tot ik ineens denk, oh, wacht eventjes, jij was toch een heel ander soort tuiner hier. Jij begeleidde toch die plant, alles had toch een reden, alles kwam toch... Hè, want ik had met mijn zoontje ontdekt, je trekt aan wat je zelf bent. Dat was een wet die ik ooit van mijn eerste yogalerares had geleerd. En die zei zo, ja, je trekt aan wat je zelf bent. En mijn zoontje trok dus dat plantje aan. Ja. Dus het was allemaal helder als glas eigenlijk op dat moment. Ik denk, nou, iets trekt dit aan. Dus op een gegeven moment was het op 2 vierkante meter. En ik betreurde een beetje dat ik niet meer zo makkelijk met die planten kon praten. Ik denk, maar ik heb wel dingen bijgeleerd. Ik ga gewoon erin zitten. Ik ga gewoon midden in dat veldje zitten. In yoga zit zo. En ik ga in de mind vragen aan die planten. Waarom zijn jullie er? Ik zat nog geen minuut en die planten zeiden haast. Wat bedoel je? Haast. Mensen wou dat haast. Oké. Nog meer? Stil. Nou, dan ga je reduceren, deduceren, combineren. Dus op een gegeven moment zoiets van ja, mensen hebben altijd haast. Als mensen haasten, dan lopen ze zichzelf voorbij. Als je zelf voorbij loopt, dan sta je niet zo goed in je eigen energie. Heel langzaam maar zeker, misschien nog verder gestuurd door de planten, kwam de ene gedachte naar de andere. En na een paar weken moest ik alleen nog van de planten weten, maar hoe maak ik daar nou wat van? Nou, dat staat daar. En wat dat doet, dat is dus het geschenk van de zeven blad zelf. Ik heb het 7 Leaves genoemd. Inmiddels is er een oliemasseraat. De ene is ongeveer 5 maanden en de andere minimaal 1 jaar. Het zijn 2 verschillende lichamen van hetzelfde. Wat het doet is gronden. Heel erg gronden. Nou, als je alleen al kijkt naar hoe 7 blad er dus uitziet. Met alleen maar wortel als je het gang laat gaan. Geen aarde meer over. Zo'n spit erin, zo'n spitvork erin doet. Dus dat is ontzettend goed geaard. Wel wortelt als ik weet niet wat. Nou, dat prachtige geschenk van de 7 blad planten op mijn tuin heeft inmiddels, ik weet niet precies, maar via verkoop zit ik ergens tussen de 500 en de 1000 flesjes al. Dus het gaat niet zo hard, maar alle mensen zijn er zeer tevreden over. En soms is er iemand die zegt, nou, dan heb ik helemaal niks hoor. En dan ga ik doorvragen en dan hebben ze wel in de maanden dat ze dat gebruikt hebben hun hele leven veranderd. Een heel mooi voorbeeld is een vrouw bij mij in de buurt. Ik wil het nog even delen, want ik ben toch wel erg gelukkig met dit geschenk van de natuur. Die wilde het ook wel eens proberen. En na een paar maanden zag ik het weer. En met zo'n platte Utrechtse, ik vraag ze van hoe gaat het? En moet je dat flesje terug hebben? Het is nog half vol, ik deed helemaal niks. Oh, oké. Nee, gooi maar weg. Ik kan niet wel een half flesje. Maar hoe gaat het tegenwoordig met je? Nou, ik heb mijn bals te woord gezegd. Ik heb een andere boom. Ik heb een vriend eruit geflikkerd. Geweldig, toch? Dus ja, ik begon dus heel langzaam, maar zeker mede ook door de training met yoga en meditatie. Inmiddels zelf ook lesgeven in yoga. Begon ik heel langzaam, maar zeker te ontdekken dat je dat dus op een hele rustige manier kan doen. En we zitten nu ongeveer 3 kwartier, denk ik, hier.
En wat ik eigenlijk voorstel, als jullie dat leuk vinden, ik kan nog een heleboel van dit soort verhalen vertellen en ervaringen vertellen, maar ik kan me ook voorstellen dat jullie het misschien leuk vinden om na een korte pauze even heel concreet te gaan kijken van hoe kun je nou als gewoon nuchter mens met, als je bezig bent op de tuin, zelf beter met je planten communiceren. Wat kun je daar aan doen? Hoe doe je dat? En dat lijkt heel moeilijk, maar het is ongelooflijk simpel. Je moet het alleen even doorhebben. De manier waarop ik dat doe is ongeveer, als het lukt, een beetje laten ervaren hoe het is om jezelf in een waar contact met jezelf en in een waar contact met de mensen om je heen. Eigenlijk stel je in verbinding met elkaar. En als je je met elkaar in verbinding stelt, in waarheid zoals dat heet, dan heet dat een satsang. En wat ik eigenlijk geregeld doe, is een plantensatsang geven. Dus aan de hand van het omgaan met planten laten zien hoe je met alles beter om kunt gaan. Is daar belangstelling voor of ga ik door met gekke verhalen vertellen? Ja, als we daar belangstelling voor hebben, dan moeten we het allemaal doen. Het is niet zo eng hoor, het is gewoon, ik ga gewoon weer vertellen. Ja. En ik ga dan proberen om, en dan word ik weer in twee gesprekken, dan ga ik weer vragen stellen. Ja, dat is het eigenlijk. We gaan gewoon een gesprek aan met elkaar. Alleen ik begeleid dat gesprek, we gaan iets andere modus zitten. Dus niet de vertelmodus, maar meer de begeleidmodus. Dan stem ik meer af. Zoiets is het. Ja, ik wil het proberen. Laat het proberen. Ik kan toch niet zeggen. Een kwartiertje pauze, is dat genoeg? Of wil je geen pauze? Dan kan ook nog even 5 minuten nodig. Even pauze. Korte pauze. Korte pauze van 3 weken. Dat zijn laatst iemand. Ja hoor. Oké, nou dan gaan we naar de pauze. Even een klein switchje. Ook vast houden. Niet openmaken, want dat kost die 5 euro. Marja. Ik heb je buik. Ik heb de grond. Wordt het dan minder? Golven, ja, gelukkig. Nou, met een echte satsang dan ben ik alleen op een instrument. Ik doe toch een beetje niks. Dus een aantal jaren terug zijn er boeken uitgekomen, daar wil ik het eerst over hebben. En die gaan allemaal over Ene Anastasia. Ik weet niet of iemand die boeken kent. Het eerste boek was Anastasia en de zoemende zenuwen. Anastasia is een Russische vrouw die ergens in de Russische tanga's leeft in de natuur. Daar van kinds af aan dat doet, met dieren en planten samenleeft en graag onvindbaar wil blijven. En die doet allerlei dingen alleen maar via haar gedachten. Ze heeft dus in haar gedachten jarenlang contact gehad met de bewerkers van de Russische dasha's. En een dasha, dat is iets als bij onze volkstuin. En toen ik dat boek las met een hele receptus weer, maar dat is allemaal nooit overgegaan. Ik altijd zoiets, altijd zijn er verstand van wat is dit nu weer. Maar op een gegeven moment viel dat weg toen ik dat las, want ik begon allerlei dingen te herkennen. Zij zegt dus onder andere, als je zelf een tuin hebt of een moestuin hebt, dan gaan de planten speciaal voor jou dingen doen met hun stofjes en zo, om jou beter te helpen, om jou gezonder te houden. Ze raadt dus onder andere aan om zaden, als je die gaat zaden, het gaat echt om zaden, om die een tijdje vast te houden, dus noods om die de tong te leggen, omdat op dat moment die zaden de informatie overnemen van wie jij bent. En dan zullen ze tijdens de groei zoveel mogelijk stoffen proberen te geven die goed voor je zijn. En daar ging het kwartje wel vallen. Het lijkt heel erg overdreven en je mag het overdreven blijven vinden. Maar ik vind dat al mijn planten in de tuin anders smaken dan bij wie dan ook. Niet alleen iedereen kent dat hij een moestuin heeft. Dat je eigen planten hebben veel meer smaak. Die waterige aardbeien die mega velden in Spanje nodig hebben om iets van voorzien, er zit nauwe smaak aan. Pluk de verse aardbeien, steek hem in je mond en het is bijna even een snoepje kwijt. Zo zoet. Dat principe is het ook, maar het ging nog een beetje verder. Want als gewoon mijn buurman of vrouw tuinder ook zo'n gewas had, dan smaakte het toch anders. Ook als we de gewassen hadden uitgewisseld, ook als het uit dezelfde zaden kwam.
En inmiddels is pas een wetenschappelijk onderzoek afgerond dat tuinders blijven gezonder. Mensen die een eigen moestuin hebben blijven gezonder. Niemand weet precies waarom, het is alleen wel bewezen dat het zo is. Ze worden zelfs iets ouder en ze worden gezonder ouder. Ze bewegen meer, hè? Ja, dat is de verstandelijke situatie. Zou ik zeggen, hoor. Ze zijn meer buiten. Ze zijn buiten, ja. Gezond bezig, ja. Anastasia zegt, heeft daar dus een andere verklaring voor. Ja, dat dacht ik al. Ik denk dat het een beetje allebei is. Ja, ik denk dat het een beetje allebei is. Om nog zo'n voorbeeld te noemen, ik ben een beetje aan het oriënteren over, dus in de loop der tijd gaat het eigenlijk vanzelf. Ik heb vorig jaar een keer een boek gelezen, even de naam van die mevrouw, ik weet, Dorothee, nog wat. En dat is een Engelse dame en dat is een van de oprichters van Vindhorn. Zegt dat hier iemand wat, Vindhorn? Ja, ja, ja. Vindhorn bestaat nog steeds en dat heeft dus heel veel commotie veroorzaakt in de wereld, omdat op eigen grond die er niet geschikt voor was, de beste plant geweest. Dat kwam door haar. Zij kon communiceren met planten. Zij zegt dan weer dat die communicatie met planten, dat je dat eigenlijk niet met die plant doet, maar dat je dat met de groepsgeest van die. Dus elk plant doet. Dus elk plantensoort zou zijn eigen groepsgeest hebben. Dat is ook een manier van benaderen. Ja. Er is ook een hele wetenschappelijke manier van benaderen over contact met planten. Dat hebben vooral allemaal NASA-medewerkers of ex-NASA-medewerkers hebben het gedaan. Dat is al decennia bezig. Dan wordt er dus, worden er elektroden op planten of op bomen bevestigd en dan worden er experimenten mee gedaan. Heel bekend experiment, wat bijna iedereen wel weet, is je zet een aantal planten in een kamer. Je laat een aantal mensen één voor één die kamer ingaan, dat wordt gefilmd enzovoort. En nou, daarna gaan ze weer die kamer uit, maar je geeft een paar mensen opdracht om die planten behoorlijk pijn te doen. Een stuk blad af te scheuren of even een trap te geven of wat dan ook. En dan gaan ze na een tijd, een paar maanden soms of een paar weken, gaan ze die proef herhalen met diezelfde planten in diezelfde ruimte. En dan op het moment dat die pijnigers, zal ik ze maar even noemen, die kamer binnenkomen, dan komt er een heel andere reactie van die planten. Die komt een soort schrikreactie. Dan gaat ineens die metertjes gaan ineens zo. Dit is wetenschappelijk wel erg aangetoond. Dus die planten hebben kennelijk ook een soort geheugen. Dat is ook een manier van benaderen. Dat gaat met wetenschappelijk bewezen onderzoeken, gaat dat inmiddels al decennia heel ver. Er zijn een aantal dingen in de wereld bekend geworden over hoe bomen dat doen. Je hebt ook in de dierenwereld, is er inmiddels ook al decennia sprake van het verschijnsel van de 100ste aap. Dat kennen jullie inmiddels waarschijnlijk ook wel. Nee. Je leert dat heeft die Jane Goodall onder andere onderzocht en nog een aantal apenonderzoekers. Je leert een aap, leer je een nieuw kunstje. Denk maar wat. Ik geloof dat ze dat al konden, maar zeg maar dat je een banaan zou leren pellen of zo. Dat konden ze al, maar ik weet even geen beter voorbeeld. En dan op een gegeven moment, die apen imiteren dat van elkaar. En op een gegeven moment een x aantal apen, 100 is een beetje een willekeurig getal, maar zoiets is het. Op een gegeven moment kunnen een aantal apen kunnen dat. Dan blijkt ineens overal op de wereld blijken die apen dat te kunnen. En dat geldt voor alle dieren. Ik heb een hele eigenaardige, zeer eigenwijze hond. Een soort tackle in een veel grotere vorm. Een beetje lijkt op Itli, als je dat wil zeggen. Kennen jullie Itli? Nee, dat is nog erg. Grote Itli nog erger dus. En die was nog vrij jong, nog geen jaar geloof ik. En ik was dom geweest toen hij een half jaar was om hem over zijn waterangst heen te helpen. Sinds die tijd is hij met lange vachten al een soort waterhond geworden. En in de stad in Utrecht heb je het Zoggenpark, dat is een singel. Ja. En nou, daar liep ik natuurlijk nog wel eens, loop ik nog steeds wel eens. Daar mogen ze ook los, dus dat is heel fantastisch. Maar meestal ben ik dan een zogenaamde van A naar B wandeling aan het maken. Dus ik moet ergens naartoe. Oftewel, dat is een adres. We willen niet graag met een kletsnatte hond aankomen. Hij was zo zwemgek inmiddels dat ik trucjes moest bedenken. Dus als ik dan een droge hond door het park wilde voeren, hem ook droog eruit wilde laten komen, nam ik een bal mee. Afleiden dan maar. Nou ja, als je dan dreigde toch naar het water te gaan, was nee, kom, ga ballen, kom, leuk, ga ballen vallen. Oké, kwam hij heen. Maar op een gegeven moment deed hij net of hij mij niet zag en die hellingen die lopen een beetje zo.
En dan keek hij of, ik hem niet zag. En ik deed net of ik hem niet zag. En dan had hij die bal in zijn bek en dan keek hij zo even, nee, ze kijkt niet. Tjoep, 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 pos. Oef! Oh, kijk eens, mijn bal ligt in het water. Ja, nou mag ik wel zwemmen. Nou, ik heb dat aan heel veel mensen verteld. En die zeiden, nou, ik wil nooit gehoord dat een hond dat doet. Inmiddels hoor ik sinds 2 jaar, hij is inmiddels 6,5, hoor ik van heel veel mensen dat de honden dat doen. Alle honden doen dat natuurlijk, want die kennen de truc. Als ik niet mag zwemmen, laat ik de bal vallen. Zo doen we dat tegenwoordig. Dat is het verschijnsel van de 100ste aap. Zoiets is er ook bij planten. Ja. Nou, het gekke is dus, als er dus in Afrika een groep aap iets kan, dan verwacht je niet dat een groep aap in Azië het ook kan, want die kennen elkaar niet. Ja. Dus het is kennelijk iets anders dan communicatie. Misschien een beetje lijkt op wat die Anastasia vertelt, want die zit er ergens in Tanga en die heeft communicatie met de tuinders in dasha's, waarbij ze ze dus tips geeft hoe ze met dingen op kan lossen. Die mensen hebben geen idee dat ze contact hebben met Anastasia. Als ze vraagt, denken ze ook, nou, gooi me in mijn bed, ik geloof er niks van. Maar dat verschijnsel van de 100ste aap geeft aan dat er hier iets geleerd wordt en heel ergens anders in de wereld is het ook bekend. Bij bomen is dat inmiddels ook wetenschappelijk helemaal aangetoond. Maar vooral naar aanleiding van een aantal gekke ervaringen. Ergens in Afrika, ik weet niet meer precies, werd het zoals de reservaat ingericht en een bepaald soort viervoeter. Ook even een naam kwijt, sorry, ik weet niet zo precies, het is op te zoeken wel, maar dat was eigenlijk een trekkende soort, maar die kwam ook in het reservaat terecht. En die soort die at alleen maar van één bepaalde boom. Ja, normaal ging zo'n kudde van het ene plek naar de andere, maar nu kwamen ze dus ieder jaar weer terug bij diezelfde bomen. Op een gegeven moment gingen die dieren bijna allemaal dood. Of misschien doodziek. En toen bleek dat die planten ineens een giftige stof afscheiden, die dus zorgde dat die dieren ziek werden. Giraffen. Waar het gewoon de giraffen zou kunnen worden. Er is een boom die dat doet. Er zijn meer bomen die het doen, maar meer soorten. Ja, bij giraffen vooral, ja. Oké. Dus dat was een probleem. Dus de wetenschappers ontdekten dus eigenlijk dat die bomen een soort antistof tegen hun blaren zou maken waren. Ja. Datzelfde verschijnsel hebben die nazenonderzoekers op veel meer plekken onderzocht. Dan is er bijvoorbeeld in Canada een bepaalde bomensoort die last heeft van een insect. En dat insect, er wordt dus ook dan een antistof ontwikkeld in de loop der jaren waar dat insect aan doodgaat. Maar het aparte is dat diezelfde bomensoort in Azië of in Europa of waar dan ook ineens ook die antistof gaat aanmaken. En ze kunnen dus niet anders concluderen dan dat er een soort verbinding is die niet over de grond gaat, maar door de lucht gaat of wat dan ook. Die dus communiceert. Is dus kennelijk tussen al wat leeft een communicatie die veel verder gaat dan wat wij gewend zijn. Ik praat nu tegen u en ik kan iets terugzeggen. Er is dus een andere vorm van communicatie. Daar gaat ook het contact met planten in wezen over. Ik kan daar een heel simpel voorbeeld van geven. Als je een beetje ervaring met een tuin hebt, dan weet je dat je een keurig tiltplan kan maken. Of iets minder precies, omdat je wel je hebt voorgenomen. In dat hoekje, daar ga ik die plant neerzetten. En dan is het zover en je wil die plant gaan planten. En ineens denk je, ja, volgens mij kan ik toch beter daar doen. Dan kun je met je verstand het toch weer daar neerzetten, maar je kunt met je gevoel het ook daar neerzetten. Misschien heb je ook ervaren dat als je toch daar neerzet, dat je verstandelijke keuze doordraagt, dat die plant, dat het niet zo goed gaat dat jaar met die plant. Terwijl als je hem daar hebt neergezet, dan floreert hij waarschijnlijk veel beter. Als je daarop gaat letten, ga je dat merken. Er is nog iets wat tuinders meestal wel weten als ze er even over nadenken. Op een tuin raak je het gevoel voor tijd kwijt heel vaak. Je denkt, ik ga even een uurtje tuinieren. En voor je het weet zit je er alweer 1,5 of 2 uur bij. Oh jeetje, ik moest nog mijn boodschappen doen of wat dan ook. Dat gevoel van tijdloosheid, wat daar eigenlijk de oorzaak van is, dat is nou precies de staat waarin jouw communicatie met alles wat leeft via een ander kanaal loopt dan via je verstand. Moeilijk te aanvaarden misschien, maar als je het even gaat uitproberen, dan zul je ontdekken dat er zoiets is. Bijna iedereen weet ook dat er zoiets is. Alleen het is, zoals ik op een gegeven moment niet
toen ik op die tuinen begon, nog op de tuin van mijn vriend, die man met die hennepplanten. Toen dan, en al die communicatie met plantjes had, toen dacht ik zoiets van, ja dag. Zodra ik dus dat hek eruit was, dit vertel ik aan niemand, want dan denk ik ze gek geworden. Dat zijn een soort vooroordelen die we met z'n allen hebben, waardoor je dus niet gewend bent om dit gewoon eens open te bekijken. Dan heb ik het niet over serieus of niet serieus, maar we zijn zo gericht op ons verstand in deze samenleving, dat op het moment dat er kennelijk iets gebeurt wat dat verstand zegt, dat kan helemaal niet, want dat, dan wijzen we het af. Even het deurtje dicht. Het duurt maar heel eventjes hoor, het is ook niks eens. Ik begeleid alleen. Wat ik wil vragen is om je benen recht onder je knie te zetten. En om zoveel mogelijk met een rechte rug te gaan zitten. Op ontspannen wijze. Sluit lekker je ogen. Controleer nog even of je lekker ontspannen zit. Je voeten recht onder je heupen. Je rug recht. Je hoofd ontspannen op je nek, je nek ontspannen op je schouders, schouders laag. En richt je aandacht op je ademhaling. Maak die zo kalm en rustig mogelijk. Als je wilt, adem in door je neus. Rustig uit door je mond. En controleer of je echt ontspannen bent, want als je dat bent, dan zul je merken dat je buik behoorlijk op en neer gaat bij je uit- en inademing. Dus je let eigenlijk op twee dingen, op je ademhaling. En je brengt die ademhaling naar je buik. Er zijn twee soorten gedachten. Eén gedachtensoort richt je op het dagelijks leven. Zorg dat je weet dat 1-1-2 is. Zorg dat je weet hoe laat de bakker dichtgaat. Zorg de vergadering begint. En er is een andere soort gedachte. Het is eigenlijk bijna een woordeloos gedachte. En die gaat bijna met de snelheid van het licht. Als je zo rustig zit, zie je. Je luistert naar het knetteren van het vuur. Of je let op je ademhaling. En zullen die gedachten van het ego of van het dagelijks leven, die zullen langzaam zachte, stille, kalme worden. En blijf nu je gedachten observeren. En zo meteen vraag ik jullie oog te openen, maar wacht nog eventjes. Blijf je gedachten imiteren. Aan de ene kant je ademhaling in je buik. Knet van het vuur wat je wil doen. En blijf zo rustig mogelijk. En als ik zo vraag om je ogen weer rustig open te doen, blijf bij gedachten. Kijk of er één gedachte heel snel je aandacht vraagt. Het kan een gedachte zijn die ook wel iets heel anders gaat dan vandaag. Doet er niet veel. En
Als je wilt, open dan weer rustig je ogen. Deze oefening kan je zo vaak doen als je wil en zo lang doen als je wilt. Naarmate je meer oefent, zul je zien dat je die twee soorten gedachten steeds makkelijker gaat onderscheiden. Als ik hier bij een lezing van iemand geweest die trainingen in dit soort dingen geeft, die zei, u noemde het altijd, er zijn twee soorten gedachten. Je hebt de gedachte van het ego en je hebt de gedachte van God. Of je gelooft in God of niet. Het zijn die snelle gedachten. Oh ja, die zei er achteraan, moet ik even zeggen, dat zeg ik niet goed. Twee soorten gedachten, van het ego en die van God. En God zijn dank zijn die van God veel sneller. Langs dat kanaal hoor je planten, langs dat kanaal versta je dieren, langs dat kanaal kun je zonder een woord te zeggen met een baby of peuter communiceren. En ja, als ik vandaag daar maar iets van heb kunnen overdragen, dan is mijn dag ook eens goed, denk ik. Als je even daar bent, dan slaat het vroeg of laat slaat ook de ontroering toe. Dan ga je zien dat het leven zo'n prachtig geschenk is waar je alleen maar dankbaar voor kunt zijn. En dat je echt ziet van, ja, elke dag is een geschenk. En natuurlijk zijn er dingen die niet leuk zijn. En ook het bombarderen in Libië is vast niet leuk. Er gaan vast slachtoffers bij vallen. En het is echt allemaal niet rozige maneschijn. Maar jij als mens in staat bent om op dat niveau van ontroering, van stilte, van liefde naar je eigen leven te kijken. Je ziet het er waanzinnig zo veranderd in positieve zin. En dat problemen geen problemen meer zijn, maar opgaven en uitdagingen die met een glimlach uit. Het klinkt overdreven, maar het gebeurt gewoon. En vanuit die rust kun je dus onder andere ook eventueel communiceren met planten of met de groepsziel van de plant, wat je maar wil. Je hoeft het niet te doen, je mag het doen. En dat gaat een beetje op die manier, of zoals ik aan het begin vertelde, misschien herinner je nog dat ik het had over een spersieboom die ergens tegenaan wilde groeien. En dat je dus in compassie en liefde van je plantje staat. In mijn geval op dat moment, gewoon je wil ergens tegenaan groeien. Dat is je compassie, dat is je betrokkenheid. Dat neem je waar, gewoon nuchter, met je verstand. Jullie hebben iets nodig om tegenaan te doen. Maar die compassie, die maakt dat je daar ook iets mee wil, dat je ze wil helpen. En toen zei die willig aan de waterkant, kom maar bij mij, ik heb een tak. En dan krijg je zo'n mooi geschenk. En het lijkt heel vreemd, maar je kan het ook minder mythisch. Gewoon, je kunt ineens een gedachte krijgen van, hey, ik heb daar en daar nog een paar tegels zien staan, daar kan ik een mooi tuinpad van maken. Zoiets simpels. Ja, hè, Anne? Het is wel zo te denken, ja. Wat ik wel zat te denken, dat onze kruidentuin die is echt omheind. En er zit ook een hele mooie plek eromheen, hè? Ja. Heel, het is echt nog een oude plek. En ook groen en waterpartijen. Met inderdaad een zwaan ieder jaar al zo'n beetje zitten broeden. Maar het is echt een omheinde. En omdat je die omheinde plek hebt, dat niet alleen dat geeft veiligheid en hebben we het helemaal niet over het donder wat we hebben gehad met jongeren die daar dan ook dachten dan ziet en dus dat is 19 hangjongeren, daar hebben we drama's mee gehad. Op zich, je kan het veel makkelijker ervaren als je eerst even een apart plek hebt, los van dat er zelfs nog niet altijd gezegd dat het je eigen tuin bij je eigen huis, want je eigen huis, daar zitten nog alle zorgen, kan de telefoon nog halen. Of zo zit ik eigenlijk te denken. En die tuin waar wij dan inderdaad altijd dinsdags naartoe gingen, dat was even alles weg, hè? Ja. En zo werkt dat wel. Dus dat je eigenlijk, dat wij natuurlijk op zo'n moment in deze tuin zo overprikkeld zijn, want dat is. Ik ben de laatste half jaar aan het ontoverprikkeld zijn proces bezig. Ontprikkels in ieder geval. Ik word vooral de laatste weken of zo is de rand met al die
maar ja, toestanden. Ja, nu komt het weer. Dus, maar nou kan ik er al iets beter tegen als het al een jaar geleden ben ik. Dus ik bedoel, alles van mijn bekende kwam bij me binnen en ik kon geen, weet je wel. En nu komt er weer vreselijk veel, maar nu kan ik er zelfs al beter tegen om dat scherm om me heen te zetten. Mm-hmm. Maar dat leer je eigenlijk in die beslotenheid van die tuin. Is dat een soort, het is niet voor niks natuurlijk, dat ze dat vroeger ook een paradies noemden. Dat dan, daar leer je het eigenlijk. Is het uit aan te geven dat je eigenlijk een grens wil stellen tussen jou en de omgeving? Ja, daar ben ik heel erg mee bezig. Ja, dat doe je zo. Je zit ja. Zo. Ja. Zo daar, ja. Ik kan het ook simpel doen, op het moment dat je vindt dat het iets te veel is, gewoon zo. Ja. Dat is ook al klaar. Wat je aandacht geeft, groeit. Dat geldt dat klopt. Ook als je de sores aandacht geeft, want die sores groeit. Ja. Op het moment dat je denkt, ik moet altijd maar een scherm zetten tussen mij en die ander, dan wordt het scherm steeds dringender, steeds dikker. Als je gewoon denkt, oh, ik ben ik, ik sta hier, jij bent daar. Oké, klaar. Zo simpel is het. En ik heb nu genoeg aan iedereen binnenlaten. Dus een hele bekende, want nog even ingaan op wat je eigenlijk aangeeft. Ik heb ooit veel kennis van mij hebben een van de therapeutisch-achtige praktijk, zal ik maar zeggen. En heel vaak is het gewoon eenmanspraktijkjes. En wat bijna iedereen wel weet, dat als iemand zo'n praktijkje heeft, dan is die meestal op zijn minst begonnen, omdat hij er zelf wat aan had, natuurlijk. Ja. En ik weet nog wat, het een zo'n kennis is op zich best wel een bijna florerende praktijk. En hypnotherapie ging heel goed. Maar op een gegeven moment had ze het heel moeilijk met van alles en nog wat. Dus die zat zelf van alles te verwerken in haar leven. En ineens liep de praktijk terug. Dus op een gegeven moment kreeg ik zo'n paniektelefoontje. Mijn god, nog eventjes, ik weet niet hoe ik rond moet komen. Ik heb geen geld meer. Ik zeg, gewoon nu eerst zorgen dat het weer goed met je gaat. Dat je verwerkingsproces afrondt. 2-3 maanden later bel ze, moet je nou eens horen, het gaat weer goed met mij. Mijn praktijk doet ook weer goed. En als je tegenaan gaat zitten vechten en knokken, van oh god, misschien heb ik straks niet genoeg te eten. En dan kom je aan niet aan het proces toe en die praktijk blijft ook zo. En zo werkt het gewoon. Gewoon accepteren heet dat. Gewoon accepteren dat het is. Ja, gewoon het is zoals het is. En het is niet goed of het is niet kwaad of het is zoals het is. En jij bepaalt voor jezelf hoe je daarmee om wil gaan. Vind je het vervelend? Hou je ermee op? Vind je dat plantje mooi? Ga je vanzelf denken, goh, ben je een mooi plantje. Ik vind jou een mooi plantje. Zo'n lekker plantje. Oh, kom nu de bloemetjes eraan. Zo gaat dat, heel simpel. Als je geen tuin hebt of even geen tuin, als je gewoon nog een beetje groot natuurgebied hebt, een bos bijvoorbeeld, dat is best het voorbeeld. Daar komen mensen ook altijd van tot rust. Gewoon een tijdje te lopen, dat je dan eindelijk al die sores van je af had. Ik heb ook allemaal wandelcoaches, die doen eigenlijk niets anders. Lopen. Op het moment dat je dus iemand aandacht geeft, gewoon om er voor je iemand te zijn, en je loopt in een prachtige natuurlijke omgeving, dan heb je 2 dingen tegelijk. Je geeft aandacht, want ik ben er voor jou, je mag tegen mij kletsen. En ondertussen helpt die natuur ook een handje, want het is lekker rustig. En misschien door die combinatie van energieën gebeurt er wat vanmiddag of vanochtend. Ja, want mensen die hebben het toch niet gezegd. Dat komt het hard aan, dus dat ineens doet. Zo.